We zien in ieder geval dat het steeds droger en droger wordt over de jaren heen. Wereldwijd gezien en in Europa gezien zie je ook dat de bosbranden die er zijn veel heviger en veel moeilijker beheersbaar zijn. Hier in Nederland valt het gelukkig allemaal nog wel mee. Maar het risico op bosbranden is natuurlijk wel groot. We hebben een tijd terug op de Peel gehad dat er een enorme brand was die moeilijk te beheersen was. Dus het is wel degelijk een risico en iets waar we echt rekening mee moeten houden. Brand kan best wel makkelijk overslaan. Hangt het natuurlijk van van het startpunt af. En we staan hier op het moment in het Mallebos en we staan tussen de populieren. En die populieren die in deze periode, het is nu juni, staan enorm in pluis. Dus de zaadjes die verspreiden zich en daar zit een soort pluisomhulsel bij, zodat die zich lekker ver kunnen verplaatsen door de wind. Maar dat pluis is enorm onbrandbaar. Het risico is er wel degelijk dat met een klein vlammetje of een peuk of iemand die aan het barbecue is ergens, dat er makkelijk een klein brandje ontstaat en die kan dan relatief makkelijk ook overslaan op de rest van het bos. Gevolgen voor de natuur kunnen natuurlijk enorm groot zijn. Helemaal in een klein land als Nederland, waar ook mensen, natuur, bebouwing dicht op elkaar staat, is brand echt is vreselijk natuurlijk in een bosgebied. De dieren die hebben dan geen onderkomen meer. De natuur moet dan weer opnieuw beginnen om te gaan groeien. Niet per se wenselijk. In deze droogte let gewoon heel goed op. Een peuk die je weggooit, wat je sowieso niet moet doen. Maar die kan al een brand veroorzaken. Open vuren ergens als je denkt, lekker kampvuurtje maken. Echt niet doen. Pas op met barbecuen als je dat ergens doet. De kooltjes die kunnen overal gemakkelijk een brand veroorzaken. Maar ook dingen als, stel je voor dat je een flesje zou weggooien in de natuur. Ook niet doen. Maar zelfs het glas van zo'n flesje kan al genoeg zijn om een brand te beginnen. Let op wat je doet. Je begeeft je in het huis van de natuur, van de dieren, van de planten. Je bent te gast in de natuur. De oproep van mij is, gedraag je ook als gast. Neem al je troep mee, gooi geen peuken weg. En dan kunnen we op deze manier de natuur gezond en veilig houden, ook voor ons.